Emma, Imo, Bonbon, zijn jullie klaar voor een verrassing? Ik ben gek op verrassingen. Ja, ik ben cool met verrassingen. Chill zelfs. Wat is het? Wat? Ik moet het weten. Vertel het ons nu. Oké, ga maar door. Ik ben chill. Tadaa! Die outfit. Die look. Het is fris, zoet. Mijn stem heb je. We vinden het echt helemaal het einde. Goedgekeurd. Oh, echt waar? Bedankt, meiden. Nu jij een nieuwe look hebt, kunnen we misschien allemaal iets nieuws proberen. Oeh, dat vind ik een supergoed idee. Ah, we kunnen ons eigen familiebedrijf beginnen. Familiebedrijf? Wacht, ben ik familie? Meen je dat? Nee joh, echt waar? Serieus? Oh, Emma. Natuurlijk, jij maakt deel uit van onze gekozen familie. Aha, jij bent onze zussenvriendin. Nee, onze vriendinnenzus. Juist, want familie is familie. Ik moet er bijna van huilen. Ik vind jullie gewoon zo ontzettend lief en mega cool. Dus, wat gaan we doen met ons familiebedrijf? Wat hebben mensen nodig? Het is vandaag echt verschrikkelijk heet. Ik heb 50 ijslollies nodig, nu. Schrap dat. Doe maar een miljoen. Denken jullie soms ook wat ik denk? Wat is een betere manier om met de hitte om te gaan? Dan met ijssnacks van onze gloednieuwe winkel. Oh, onze pop-up ijslolly shop. Het is perfect. Dus, hoe zullen we het noemen? Misschien zusjes pop-up ijslolly shop. Te schattig. En leuk. Mijn best. Klinkt cool. Zo veel ijslollies. Iedereen zal er één willen. Nam, nam. Ik in ieder geval wel. Onze allereerste klant. Ik wist wel dat het een goed idee was. Bijna geen ijslollies meer. Oh. Wacht, als je blijft, dan... verven jullie nagels in dezelfde kleur als jullie ijslolly. Yeah! Dat, klopt. Ik zal jullie allemaal een mooie nieuwe look geven die past bij jullie heerlijke ijssnacks. Ik heb een idee. Ik hou iedereen bezig terwijl jullie terug gaan naar de diner om meer te halen. Top plan. Een fluitje van een cent. Een roze ijslolly. Dat betekent knalroze nagels. Wow. Het is moeilijk om te rijden terwijl we deze spullen dragen. Het is... Wow. Dat kun je wel zeggen, ja. Mijn dozen. Zo veel ijslollies. Te veel. En katten. Zijn we er al bijna? Net voorbij die schans. Schans? Nee! Tien punten voor stijl? Nul punten voor het verpesten van de ijslollies. Operatie ijslollies transporteren, poging 3. Op jullie plaatsen, klaar voor de start? Af! Het is veel verder dan ik dacht. Lieve aardbeienzuurtjes. Ik kan niet meer. Misschien kan ik helpen. En de kers op de taart. Oh, Neon Kitty. Ik ben bang dat alles op is, lieve mensen. Waar blijven mijn zusjes toch? Het zou niet zo lang moeten duren. Skateboardkracht! Go Skatepark Cutie! Niet weggaan allemaal! We hebben alle ijslollies van de wereld bij ons. De Skateboard Express is... Oh!
Wow! IJslonies! Wow! Dat was gaaf. Laten we het nog een keer doen. Ik maakte me zo'n zorgen. Jullie deden er een eeuw over. Het is een lang verhaal. Maar ik denk dat we nu grotere problemen hebben. Hoe krijg ik nu iedereen's nagels gedaan voordat hun ijslollies zijn gesmolten? Het is onmogelijk! Niet dat wij je helpen. Ja, daar zijn zussen nou eenmaal voor. Oeh, en perfect! Zo cool. Ik hou ervan. En de prinses leefde nog zo lang en gelukkig dat ze een groot balfeest gaf voor de stad op elke verjaardag en op elke vrijdag. Uitgoed, al goed. Dit is nou precies het soort feestje wat ik ook wil voor mijn verjaardag. Een bal! Goed idee, Neil Cutie. Maar had je niet al besloten om een ballenbak te gaan doen voor je verjaardagsfeestje? Ik ben van gedachten veranderd. Nu wil ik een schitterend dansbal en een mooie baljurk om in te dansen. Dat klinkt extra mooi. Maar is je verjaardagsfeestje niet al vanavond? Ja, ik ga Neil Lucius vragen om alles te veranderen. Dat zal geen probleem zijn. Ze is de beste grote zus en modeontwerper. Grote zussen zijn de beste. Spoiler alert! Kenny Litjes en ik hebben de beste taart ooit voor je gemaakt. Kom kijken! Het heeft al je favoriete ingrediënten. Hagelslag, fruit, frisdrank. Oh, je bedoelt baksoda, bonbon? Dat laat cakes opzwellen zodat ze hoog en luchtig worden. Zoals je verjaardagstaart. Tada! Het is schitterend! Net een baljurk. Oh ja, dat is vet zeg. Tik hem aan, zus. Oh, ja. Neon Cutie. Oh, waar ben ik? Ben je in orde? Oh, juist. Het was maar een droom. Oh nee, ik ben te laat voor mijn verjaardagsbal. Oh ja, ik heb geen baljurk. Sorry, Neon Cutie, maar je ziet er top uit. Bedankt, ik heb echt zin in mijn feestje. Laten we naar het bal gaan. Wauw! Mijn verjaardagsbal is geweldig! Ik heb nog een verrassing voor je. Mijn baljurk! Je hebt het gehaald! Maar hoe? Je bent echt een feeëgid, zusje. Huh? Ach ja, ik moest natuurlijk de verjaardagswens van mijn zusje laten uitkomen. Trek hem maar gauw aan. Dat maakt me zo blij. Maar voor je volgende verjaardag kun je aan één thema houden. Eerst was het rolschaatsen, toen was het een luchtkasteel. Je hebt gelijk. Ik verander veel van gedachten. Maar het beste verjaardagscadeau van allemaal is tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. Zo is het. Laten we dansen. Sorry, ze kan nu niet praten. Ze heeft een beetje haast. Oeh, grote zussen zijn enorm veel werk. Ah ja, Cherry, wat doe jij nou weer hier? Ik heb je echt zo lang niet gezien. Hoe gaat het met je? Hoe is het op school? Nee, wacht, dat zijn saaie dingen. Hoe gaat het met je animeclub op school? Rustig aan, joh. We hebben het hele weekend om bij je te praten. Ik ben je nieuwe oppas. Dit gaat zo leuk worden! Misschien niet superleuk dan. Ik heb beloofd om dit weekend een grote zus te zijn en op mijn kleine zusje te passen. Is Lil Neon Cutie hier? Lil Neon Cutie is echt zo schattig. Ja, echt hè? Kijk haar kleine vangetjes nou. Ik zal je beschermen met mijn leven. Dat is erg dapper van je. Maar het zal niet nodig zijn. Dat beloof ik. Ik heb heel wat ervaring. En ik ben de beste oppas van heel Glitter City. Dus we gaan een hoop plezier hebben. Deal? Deal. Yay!
Laat de Neon Familie Anime Minicon van start gaan. Ja. En vorige week leerde Spekels over kleurentheorie. Ik snap het nog steeds niet, maar ik vind dit er leuk uitzien. Ah, ja! Hey, doe dat op je eigen schilderij. Dat is geen kunst, Little Neon Cutie. Dat is gewoon een kleurboel. Oh, we zitten echt enorm in de problemen. Waar probeer jij naartoe te racen? Ze was aan de kinderen. Wow. Het is oké. Kliederen hoort erbij. En ik ben een fan van je artistieke visie. En een nog grotere fan van babyproof wasbare verf. Als jij begint met schoonmaken, maak ik deze kleine klaar voor een dutje. Maar het is niet mijn kliederboel. Ik weet het. Maar ik kan de hulp goed gebruiken. Alsjeblieft. Ik heb beloofd om een goede grote zus te zijn. Je bent de beste grote zus. Laten we jou in slaap zien te krijgen, zodat we de ramen toko kunnen openen. Wauw, bedankt voor het schoonmaken, Neon Cutie. Laten we dan nu wat plezier maken. Yay! Ramen slurpwedstrijdje, nu! Bingo! Kom maar hier met al die aardbeien van je. Hey, mijn kostbare bessenvruchtjes! Ik win! Goed, wat dacht je van een cosplaywedstrijd? Verkleedheid! En hier hebben we Neon Cutie met de nieuwste look van Cosplay Couture. Laat je niet misleiden door de roesjes, ze is een stoere dame. Aya Cherry rockt de verborgen Roosdorp-mode. Een stoere ninja in het allervelste roze. Wat een look! Probeer je je dutje over te slaan? Ja. Ik respecteer je moed wel, maar niet terwijl ik op je pas, schatje. Laat het J-pop dansfeestje beginnen! Zit er moes, Lil Milky? Waar kun je die joke? Laat mij het proberen. Wacht eens eventjes. Je kunt je dutje niet overslaan, Lil Neon Cutie. Gezonde baby's hebben nou eenmaal heel veel slaap nodig. Het is oké, okay, Little Neon Cutie. We zien je snel weer. Dat beloof ik. Ik denk dat je gewoon deel wil uitmaken van dingen. Ik weet het, maar deel van een goede oppas zijn is om verantwoordelijk te blijven. Zelfs als je lol wilt maken. Volgens mij gaat het niet alleen om de leuke dingen. Little Neon Cutie wil bij haar familie zijn. Daar hoor jij ook bij. Ben ik familie? Natuurlijk! Je bent niet gewoon zomaar een oppas. Je bent onze zusoppas. En we brengen super graag tijd met je door. Oh, meiden toch? Als je één dans mag doen, ga je daarna dan slapen?
Laten we dansen! Woehoe! Yay! Prince Bee, Queen Bee, Hoops Cutie en Puppy. Hey, lieve familie. Luister, we hebben non-stop gerepeteerd voor de Glitter City Dance-Off. En vanavond is de avond. Laten we alles nog één keer goed doornemen samen, want... Oefening baart kunst. Precies, ja. Oké, Hoops Cutie, hoe gaat het met die speciale beweging? Oh, maak je over mij maar geen zorgen, Royal Bee. Ik kan deze dans dromen. En jij dan, Puppy? Mijn schattige baby puppy prinses. Ben je er klaar voor? Ziet er goed uit. Kostuums? Helemaal veilig in de Bibi Boutique. Neon Kitty zal ze niets laten overkomen. We zijn echt goed voorbereid. Geweldig. Dus nu kunnen we allemaal ontspannen tot aan de show. Toch? Ik weet het niet. Alles is onder controle, joh. Waarom pak je geen Boba en ga je lekker zitten voor een paar uur? En terwijl jij dat doet, neem ik Puppy mee voor een kleine wandeling. Ah, je wilt gewoon basketbal spelen. Ik bedoel, ik zou graag een paar worpen doen, maar het is gewoon een kleine wandeling. We zijn zo terug, beloofd? Doei! Weet je wat, Puppy? Vandaag is een perfecte dag om te dansen en puppies uit te laten en... Ah, en ballen gooien. We hebben tijd, toch? Kijk uit allemaal, Hoops Cutie gaat lekker. Ze doet alsof ze naar links gaat. Oh, ze dribbelt naar rechts. Ze schiet. Wow. Ah. Oh nee, gaat het, Puppy? Ik breng je naar de dierenarts. Is er een dierenarts aanwezig? Is een dierenartsassistent ook goed? Emma Emo? In levende lijven. Oh nee, je arme schat. Wat is er gebeurd? Gewoon een klein bultje op de koppie. Oké. Ik ga een snelle controlebeurt voorschrijven. Dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Eerder zou beter zijn. De gezondheid van dieren kun je niet overhaasten. Ze zijn erg delicaat en hebben speciale zorg nodig. Goed, zet Puppy maar neer op de tafel en dan kunnen we beginnen. Oh nee, niet alweer hè? Alweer? Ja, dit gebeurt nogal vaak. Ik weet het. Het doet pijn hè? Het was een ongelukje. We speelden 1-op-1 en Puppy blokkeerde mijn shot. Dat was een zieke blok trouwens. En de bal stuiterde een beetje overal naartoe en dus ook op Puppy. Zoals ik al dacht. Deze pup is gezond en gelukkig. Ze heeft gewoon meer van dit nodig. Dus geen basketbal meer vandaag, oké? Okay? Oh, ik heb toch geen tijd. Ik moet een optreden rocken. Bedankt, Emma. Ik zei toch dat we het zouden halen? Waar is iedereen? Naar jullie op zoek. Waarom? We zijn gewoon hier. Meer dan een uur te laat. Oh. Wat is er gebeurd? De wandeling duurde wat langer, maar we zijn er klaar voor. Toch, Puppy? Ze zijn allemaal ziek. We moeten ze naar de dierenarts brengen. Oh, en hier komt de chaos. Oké, allemaal. Alle hens aan dek. Laten we deze lieve diertjes helpen. Oeh, serieus? Oeh, en Puppy ook? Ik heb je net nog opgeknapt. Het kan niet dat jullie allemaal basketbalblessures hebben. Basketbal? Hoops, Cutie. Oké, dus misschien ben ik gestopt om basketbal te spelen en zo raakte Puppy gewond. Ik weet niet wat er met anderen is gebeurd. Daarnaast heeft Emma Puppy gecontroleerd en alles was oké. Oké. Dit is rampzalig. Let niet op mij. Ik ga ondertussen gewoon even deze schatjes opknappen.
spijt me, Royal Bee. Ik wilde gewoon een beetje lol maken. En bij jou is het soms allemaal zo zakelijk. Weet je wel? Ik maak ook graag lol, hoor. Maar ik heb gewoon ook graag dat alles perfect is. Alles is perfect. Kijk om je heen. We hebben elkaar. Echt waar? Ik bedoel, ja. Jullie hebben mij en Pup Bee gekozen als deel van de Bee-familie. En er is niks beters dan jou als grote zus te hebben. Ze heeft gelijk. Oh. Sorry, ik hou gewoon van liefde. Ik bedoel huisdieren. Ik hou van huisdieren. Ik zal hier gewoon mijn werk doen. Wacht eens even. Dit ziet er niet gebroken uit. Kun je haar als volgende opknappen? Ik dacht dat je je hoofd had gestoten. Oké. Dus alle huisdieren zijn gewoon helemaal gezond. Ze hebben alleen maar... Ik wist natuurlijk dat alle huisdieren totaal net als ons deden. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze er schattig uit willen zien met hun schattige verbandjes. Misschien moeten we wel allemaal matchen. Ah!